We zitten alweer in het laatste stukje en dan hebben we het even over de muziekkeuze die je hebt gemaakt en iets over jouw muzieksmaak. En kun je iets vertellen over de platen die je gekozen hebt? Ja, wat natuurlijk wel echt opvalt, vind ik zelf, is dat het heel divers is. Mm-hmm. En dat is denk ik ook wel een beetje het genre waar ik achter sta. Ik vind eigenlijk heel veel verschillende muziek mooi. Ja. Wat er eigenlijk nog ontbreekt is echt nog klassieke muziek. Maar dat vond ik voor vanavond wat te zwaar. Maar dat is ook zeker iets waar ik erg van hou. Mm-hmm. Wat je ook wel ziet is, het zijn allemaal wel karaktervolle zangers en zangeressen. Als zeker. Je kijkt naar Adele, ja, dat vind ik sowieso een ongelofelijke topper. Als je elke keer toch weer weet nummer 1 te zijn. En dan heel in heel de wereld. Ja, een beetje de Johan Cruijff van de muziek, hè, zou je bijna zeggen. Mm-hmm. Heel, heel bijzonder. Dat vind ik ook met Golden Earring. Ik zag hem toevallig weer bij de tv-show bij Ivonie. En dan denk ik, ja, het is toch bijzonder als je zo 35 jaar zo aan het roer van zo'n muziekgenre kunt staan. En dat je nog altijd... 50. Ja. 50 jaar. Ja, hij is nu 65, hè? Ja, en ik weet niet, maar ze doen al 50 jaar... maken ze muziek. Ja, en dat Raider Love is, dacht ik, 35 jaar. En dat dat dan altijd nog maar weer... Dat mensen... blijft gewoon een dijk van een nummer. Ja. Ja, dat is het. Nou, ik ga zelf, ben ik veel naar concerten geweest van Ramses Shaffy. Ook in combinatie met Lisbeth List. Ja. En ja, vanuit Nederlandse bodem is dat natuurlijk toch... Een topper. Een topper, hè? Ja. Ja. Michael Jackson. Michael Jackson, ja, dat was mijn eerste plaat. Oh ja? Ja. Deze, Billie Jean ook? Ja, Thriller. Kijk. Ja, dan weet ik nog wel dat ik daar... We zijn ook nog geprobeerd om daar naar het concert voor te gaan in Amsterdam. In de Arena. Ja, ja. Op de Zwarte Markt nog die kaartjes gekocht. Ja, dat was natuurlijk een ster, kan ik... Ja, absoluut. Ook zijn muziek en zijn dans was heel bijzonder. En Sting. En Sting, dat is in mijn ogen een oude ziel. Die liedjes die hij zingt, denk je altijd van ja, dat raakt je altijd. Hè? Ja. Dat voel je binnenkomen. Voel je zo binnenkomen, ja. Leuk. En Kenny B is een beetje anders, hè? Kenny B heb ik puur gedaan voor mijn thuisfront, voor mijn partner en voor mijn dochtertje van 10. Hoe heet ze? Malou. Okay. En als dat nummer draait bij ons thuis, dan wordt er altijd gedanst. Dus... Ik zit dan altijd nog eventjes wat af te wachten, zal ik meedoen. Maar het is zo'n vrolijk nummer dat ik heb gezegd van bij deze voor jullie thuis. Oh, leuk. En wat was nou, je zegt net, Thriller was de eerste plaat waar je echt geld voor hebt uitgegeven. Ja. Ja, wat leuk. En ik twijfel wel een beetje of het niet ABBA was of Thriller. Maar ik denk dat ik toch Thriller leuker vind. Dus vandaar dat ik die ook heb opgenomen. Want ABBA vind ik voor mij nu wel een beetje gedateerd. Echt waar? Okay. Ja. Oké, kan. Het is natuurlijk wel een tijdgebonden muziek. Klopt. En wat luister je in de auto? In de auto luister ik ook wel veel naar BNR, die nieuwsradio. Ja, wel op de hoogte blijven. Een beetje op de hoogte blijven. En dat is ook wel een beetje voor ondernemers, merk ik altijd. Ja, wordt ook regelmatig gezegd hier. Ja. En concerten, ga je er wel eens naartoe? Zoals je zei... Ramses Shaffy. En Lisbeth List. Ja. Dat is misschien wel de laatste die ik heb gezien. Okay. Maar ik ga me zeker weer hard maken om kaartjes te krijgen voor Adele. Dat was dit keer onmogelijk om aan te komen. Uh-huh. Maar die staat ook op het verlanglijstje. En eigenlijk Sting ook. Maar ja, die geeft niet zoveel optredens. Dus... We zijn alweer aan het eind gekomen, Madelon. Het was me een waar genoegen. Ik heb er erg van genoten. En... Ik vind het ook heel erg leuk dat je er was. En ik vind dat jullie het fantastisch doen. Als vaandeldrager voor duurzaam ondernemen. Hè? En dat is heel erg goed. Dank je wel. Dank jullie ook. Ook dank aan René van Schenkhoff die de techniek weer heeft verzorgd. Volgende week hebben wij als gast het duo Peter Wissing en Lisette Kwakkel. Ze zijn van het Zuivelhoekje uit Wageningen. Waren genomineerd voor ondernemer van het jaar. Maar ze zijn verdorie... plotseling de beste Nederlandse kaasspecialist geworden van 2017. Fantastisch. Dus daar gaan we volgende week naar luisteren. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.